Want dat komt voor mij heel erg gesloten over. Hoezo? Verder, ja, PowerPoint vond ik er goed uitzien. Gewoon echt een beetje in de verzorg. Ik vond het alleen een beetje jammer dat niet de juiste blok erop stond. Bijvoorbeeld. Misschien dat dat... Had je dan niet eigenlijk niet gedaan, moet je zeggen? Dat is wel dat ik een blog moet zien. Ik heb niks, maar... Je mag ons zien. Je mag onze blog zien. Hij is echt nog in de beginfase. Er staat één bericht op. En ja, dan moet ik een iets vrolijker... hij zit in de beginfase, zeg maar. Ja. Maar het wordt wel een fantastische mooie. Maar wel even zacht om hem weer uit te doen. Wie? Wat vonden jullie nou? Als je het nou vergelijkt met je eigen presentatie. Ja, ik vond het sowieso ergens opgevoerd was de rolverdeling, zeg maar. Die meerdere rollen hebben uitgedeeld aan meerdere mensen. Dat vond ik op zich wel goed werk, waar ik niet aan kwam. Dus dat is wel iets wat ik mee wilde nemen daar met de MOS. Dus dat twee mensen maken, twee maken, twee mensen hebben ook weer gelijk. Dat vond ik ook een heel goed idee. Toen we daarop. Dat was. Ja, dat goed werk. Ja. Nog meer? Maar ik miste in het project, tenminste wat we bij jezelf hadden, was de, wat een stukje met middelen en afspraken staan. Die heb ik niet teruggevonden in het project. Dus ja, goed zo. Ik wil hem eigenlijk ook niet vertellen. Die had dat gemaakt, dus die wist hij zeg maar het meeste. Hoe meer? Wie? Naam. Pint. En dat is leuk. TK. Oké. Ja. Een beetje een trend. Oh. Ja, moet het zo laten. Wie wil nog wat zeggen? Nog wat? Bij de eerste presentatie had ik ook een beetje dat saaie gevoel. En bij deze presentatie had ik zo nu wel een beetje een ongemakkelijk gevoel. En nou ga ik dus vertalen naar een vraag. Want dat is mijn gevoel. Hoe kwam het nou dat ik dat voel? Ik merk dat jij mij heel veel aankeek. Dus ik heb een beetje zo de neiging om te kijken. Dat draagt het bij het ongemakkelijk. Ik wil het nooit meer doen. En wat er ook aan toe bijdroeg was, dat de tekst een beetje over elkaar heen rolde. Dus er waren. Soms was het wat gehaast of zo. Met name door jou zag ik dat. Dat je eroverheen struikelde en. Dingen zijn dat je heel goed kan improviseren, maar dat je ook te veel associaties hebt. Ja, ik ben niet zo ja precies. Ja. Dus dan is het van maar staat er niet voor. En dan dat is helemaal niet te wachten dat ze bij zijn. Dan gaan we dat nog geloof ook toch niet voor voorstellen. Ja. Dus dat is ook een herkennend, zegt ook zo. Dus voor mij is ook al voor opdracht gevolgd. Wie doet dat? Goed volume viel me van iedereen op. Heel helder, helemaal helder stem, energiek. Wat struikelen hebben we genoemd. Altijd even over een punt om over na te denken, is de afsluiting. Nou, dat was het. Dat is altijd zo. Is ook een lastige, weet je wel. Altijd even goed over nadenken. Hoe sluit je dat nou op een of andere manier goed af? Maar ik vond het heel goed eruit. Echt. Visueel, heel goed. Heel veel vertrouwen in. Echt waar. Missie. Boekoe. Ja? We doen even pauze. En dan doen we nog één groep in de en dan doen we veel korter. En dan gaan we gauw naar de PowerPoint kijken. En de derde groep vragen, dat zien jullie dan. Dat is goed. Om de derde presentatie proberen te korten. Ja,